NV Garaselco verkeert in een slechte financiële situatie. Dit is de reden waarom de uitbetaling van lonen al maanden moeilijk gaat. Over de maand februari hebben de werknemers tot op heden hun salaris nog niet ontvangen. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen gaf gisteren in de Nationale Assemblée aan hoe het bedrijf in deze situatie is beland. Het besluit om de inkomsten van het bedrijf vanwege de royalties waarop het bedrijf aanspraak maakt, het besluit om die royalties in te zetten, ja, voor 15 jaar, om schulden van de regering bij de centrale bank af te lossen. Ja? De inkomsten van het bedrijf, voorzitter, zijn voor 15 jaar weggezet. En dat besluit is genomen in mei 2019. Maar dat is niet alles, voorzitter. Het noodlot wilde dat de machines, met name de crushers van het bedrijf, het hebben begeven. Waardoor de productie op dit moment haast is komen stil te vallen. De regering heeft een clusterteam van ministers samengesteld om te werken aan de herstructurering van het bedrijf. Abiyamofo gaf aan dat er hard gewerkt wordt om de uitbetaling van de personeelsleden in orde te maken. Hiervoor is de leiding van het bedrijf bezig met een lokale bank. En ik moet aangeven dat die bankinstelling bereid gevonden is om een krediet te verstrekken aan het bedrijf. En wij denken dat binnen de kortste keren we kunnen overgaan tot de uitbetaling van de salarissen van de medewerkers, voorzitter. Parlementariër Rabinder Parmeser gaf aan dat de overheid eraan moet werken dat de salarissen van de mensen maandelijks veiliggesteld zijn.